13 mei 2017. Protestanten in Hardenberg en omgeving maken zich op voor het Lutherfestival. Leden van de vrijgemaakte kerken en de protestantse kerken in Nederland vieren op deze dag het 500-jarig jubileum van de reformatie. Op verschillende plekken komen ze bij elkaar voor de openingsviering van deze dag, zoals hier in het Witte Lamberterskerkje van Hardenberg-Heemse. Welkom hier in de kerk. Op 31 oktober 1517 sloeg Luther volgens de overlevering zijn 95 stellingen op de deur van de slotkapel in Wittenberg. Stellingen die Europa hebben veranderd, die denk ik ook wel de wereld hebben veranderd. De eerste stelling. Er is maar één lichaam van Christus, daarom is het onbestaanbaar dat we de gescheidenheid en verdeeldheid van kerken laten voortbestaan. Heldere stelling. Die komt op de deur. Er is hier een stelling zojuist opgeschreven en die luidt als volgt. Neem iedere dag tijd voor contact met God. Trekken de kerkgangers naar de markt, waar ook de deelnemers uit de andere kerken langzaam binnendruppelen. Op het foodfestival worden de eerste hapjes genuttigd. Mensen drentelen langs de kraampjes. De band Job speelt en zingt. Hartelijk welkom vanmiddag bij het Lutherfestival. Fijn dat jullie er allemaal zijn, gekomen uit heel veel plekken in en rondom Hardenberg. Geweldig dat jullie er allemaal zijn. En namens de organisatie wil ik de jongerenband uit Bergentuin heel hartelijk welkom heten. Fijn dat jullie vanmiddag de muzikale begeleiding doen. De monniken die hier rondlopen op het festival, die hebben ook liedbladen uitgedeeld. En dat komt omdat we samen de opening gaan beginnen met het samenzingen van een lied. En dat is het lied Samen in de Naam van Jezus. Ter ere van Luther, we gedenken 500 jaar reformatie. En als je Luther gedenkt, ja, dan is het ook wel logisch om hem erbij te vragen. Mag ik dominee Dorgelo en Luther als eregast erbij vragen en jou het woord geven? Hallo! Hallo meneer Luther, fijn dat u er bent. Misschien moet u alle mensen maar even gedag zeggen hier. Hallo allemaal, fijn dat u er bent. Meneer Luther, dat deed u vroeger in Saksen anders, of niet? Wat zei u toen altijd als u mensen tegenkwam? Gott mit einander. Iedere gemeente heeft stellingen meegebracht om op de deuren te spijken. Wat is belangrijk in jouw geloof? Wat is belangrijk voor de kerk? En als jij vandaag de dag iets zou willen hervormen in de kerk, wat zou dat dan zijn? Geloof is niet te koop. Streef naar verbondenheid in Christus. Dat is wel heel mooi om daarmee te eindigen. Dat vind ik wel.
De jongere band uit Bergentheim krijgt de hele markt aan het zingen. 10.000 redenen tot dankbaarheid. De zon komt op, maakt de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u. Heer, wat elk gebeurt en het mij mag overkomen. Laat mij het zingen als de avond valt. Een gevoel van dankbaarheid overheerst ook vandaag. Wat bijzonder om elkaar zo ongedwongen te ontmoeten op deze zonnige zaterdag. Gemeenteleden en gasten doen zich te goed aan de Bijbelse hapjes. Er wordt gezongen en gekletst. Na de lunch maakt iedereen zich op om in de verschillende kerken in het centrum één of meer workshops te volgen. En 3 sipkuloze monniken wijzen iedereen de weg. In de vrijgemaakte Petrakerk is de workshop Bierproeven een hit. Dominee Dorgelo vertelt en passant veel wetenswaardigs over Luther. Ja, dus mag ik u wat geven? Zeker, heel erg graag. Ik laat je vanmiddag 3 bieren proeven. En dat zijn Lutherbieren. Luther was eigenlijk een heel gastvrij mens. Moet je nagaan dat er 40, 5 mensen dus elke avond bij hem aan tafel zaten. En er waren mensen bij die hadden toen al het idee dat Luther heel bijzonder was. En die hebben wat Luther aan tafel vertelde opgeschreven. En dat zijn de Tischreden geworden van Luther. Verhalen aan de tafel. Kun je nog eens vieren hoe je barretje dan mee? En Luther kon aan tafel soms hele mooie dingen vertellen. Maar ook met een kwinkslag. Zo zei hij bijvoorbeeld, je kunt beter in een café aan de kerk denken, dan in de kerk aan het café. En waarom hou ik nu eigenlijk een bierproeverij? Omdat als wij praten over protestanten, over de reformatie, over Calvinisten, dan komt het heel vaak over alsof wij, ik zeg altijd, Calvijn was een azijndrinker. Dat is niet waar, maar zo komt hij wel vaak over. Maar Luther was juist iemand die vroeger ontzettend bezig was met, ben ik wel een goede gelovige? Doe ik het wel goed? Zou God wel van mij houden? En Luther schrijft ook, zeg maar, ik zat met mijn vriend Armsdorf en met Philip, mijn landgenoot, op het terras en we dronken bier en het koninkrijk van God kwam als vanzelf. Met andere woorden, we moeten het niet zo moeilijk doen. Ik zou u willen adviseren, als einde van deze proeverij, van om eens wat vaker de duivel uit uw lijf te drijven. In de Huftekerk wordt wat afgeknutseld. In de Kliederkerk zijn ouders en kinderen samen creatief rondom een Bijbelverhaal. Dat zouden we wel eens vaker kunnen doen. Bij de workshop Bible Journaling illustreren de deelnemers Bijbelteksten, zodat die meer voor hen gaan leven. Ook daar kan jong en oud aan meedoen. Met al dat mooie.
Boekbinden, een oud ambacht. Zeker belangrijk toen in de tijd van Luther de Bijbel in de volkstaal voor leken ter beschikking kwam. Ik heb een kopie van het internet. Maar nee, betrokken jij de volging van je ogen? De kinderen oefenen met een toverboekje. Daar een lintje. En hier een lintje. Beur jij die lintjes maar even zo. Oh, ja. Ik kan me voorstellen, de kinderen en de ouders er blij mee. Ja, ja, ja. Kinderen vinden het heel leuk. En dan wat ze Ondertussen wordt er in de Stephanuskerk al geoefend voor de slotviering met een projectkoor onder leiding van Frank Kamon. In de Petrakerk wordt geschilderd. Ook beeldtaal kan veelzeggend zijn. 10, 12, mooi. En er komen wel vaak een stuk of 40, 50 jongelui. Ja, gewoon gezelligheid met elkaar. Ja, 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 ja. Maar jullie bent daar wel heel. Weet je het ook al, hè? De Petrakerk heeft trouwens veel werk gemaakt van deze dag. En van de gastvrije ontvangst voor de deelnemers. Een prachtige schikking van een Lutherroos, een schilderij. Een opengeslagen Bijbel, een plek om op adem te komen. Aan het eind van de middag komen de deelnemers nog één keer bij elkaar voor de gezamenlijke slotviering. Welkom vanmiddag bij de slotviering van het Lutherfestival. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Verzameld vanuit allerlei omstreken en uit Hardenberg. Misschien al een hele middag erop. Misschien ook hier even alleen voor de slotviering, maar welkom. De viering die we vanmiddag gaan hebben met elkaar, die zal aan de hand van de Lutherroos zijn. De Lutherroos heeft Luther bedacht om zijn theologie samen te vatten. In een beeld. En we gaan daarvan met elkaar een lied zingen. Lied 722. Uw stem, Heer, hebben wij gehoord. Zoals ze ook vanmorgen in de openingsviering hebben geklonken, mogen ze aan het eind van deze dag opnieuw klinken. Voor dit evangelie schaam ik me niet, want het is Gods reddende kracht voor alle die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor alle andere volken. In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt. Zoals ook geschreven staat, de rechtvaardige zal leven door geloof. Hoor ons samen zingend bidden. Inspireren. En we zijn eigenlijk heel dankbaar dat we met zoveel mensen ons geloof mochten delen. Toen ik vanmorgen op de markt stond,
Misschien heeft u dat ook zo ervaren. Dacht ik, wat is het toch bijzonder dat we God de eer kunnen geven in het midden van Hardenberg, in de openlucht. Dat is bijzonder. 500 jaar nadat Luther een beweging op gang bracht, zijn we nog steeds in beweging. En deze dag mogen we besluiten met de zegen van de Heere God. Want de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen. Stappen de deelnemers de straat weer op als gezegende mensen. Het was een inspirerende en bemoedigende ontmoetingsdag.